Ik ga nog wat driver impressions doen. En deze keer kom ik ook bij de laatste van de front engine auto's. De Mercedes AMG GT3's. En dat zijn er twee. De 2015 versie, de 2020 versie. De 2020 is vrijwel vrij nieuw uitgekomen in de laatste DLC. En dit, ja, wat kan je ervan zeggen jongens, kijk die auto. Dit is echt één van de auto's waarvan ik zeg, die zou ik zo graag van willen houden. Want de visuals van dit ding zijn geweldig. Die lange neus, die ranke lijn, die enorme frontgrill, die enorme lange bonnet. En dan het kleine cockpitje wat slank weer terugloopt naar de achterkant. Grote vleugel erop. Ronde vormen, ronde afwerking. Ik vind het een schitterende auto. Dat gezegd hebbende. Hij kan ook nog wat. Het is niet zozeer de allersnelste van de auto's. Hij heeft wel de hoogste torque van alle auto's. Wat wil zeggen, de acceleratie is bizar goed. Deze auto heeft een 6,2 liter V8. Zonder turbo's. Dat is een normaal geaspireerde V8 motor. Als je kijkt naar de Aston Martin, daar zit ook een de Aston Martin V8, daar zit ook een AMG motor in. Maar dat is de nieuwere 4.0, als ik dat goed zet, liter motor. Met een twin turbo. En er zit dus een turbo gat in. Dat zie je dus met name met de Aston Martin. De acceleratie is een pijnpuntje, omdat hij zijn turbo op moet pakken. Bentley precies hetzelfde. Turbos zijn leuk. Voor het middenstuk. En deze AMG lost dat gewoon op met brute kracht. En het heeft een prijs. En die prijs is heel veel gewicht aan de voorkant, lange neus, net als de Aston Martin V12. En dat betekent, sturen doen we niet. Wilde niet. Je moet heel veel trailbreken. Je moet heel goed precies kunnen rijden. Wil je deze auto goede tijden mee kunnen zetten. En daar struggle ik vaak mee met deze auto. We gaan naar de track met de 2015 versie. En dat doe ik weer op Paul Ricard. Vanwege de mix van bochten wat we daarmee kunnen maken. Om de auto goed te showen. Goed te laten zien wat hij doet. En ik doe verder dus niks met setups. Ik pak gewoon de default aggressive setup weer. Daar hoeven we dus niks aan. Zo. Nou ja, we even kijken naar het dashboard. Simpel. Kleine binnenspiegel. Vind ik jammer. Een grotere had fijn geweest. Kan je natuurlijk de virtual spiegel bovenin het scherm aanzetten. Maar ik persoonlijk vind dat het een soort van nep iets, zeg maar. Dus dat doe ik niet. Kleine buitenspiegels. Het zicht naar buiten is redelijk oké. Een zijrijder is vrij groot. Er zit wel zijn netting voor, een webbing voor. Maar al met al best oké. Dashboard. Ja, wat je moet weten. Vrij simpel. Niks bijzonders. Het geluid van deze auto, deze motor, is fenomenaal. Kan niet anders zeggen. Maar je merkt wel, hij wil niet bochten om. Je moet hem bruut doen. Je moet hem een soort van geleide die bocht om krijgen. De kracht van deze auto ligt op de rechterstukken. Je remmen door de bocht heen gaat, Dan hou je het gewicht op de voorwielen. En dan wil je nog wel. Reken er maar op dat je langzamer in de bochten bent. Met name corner entry ben je langzamer dan menig andere auto. En dat maakt je hier weer goed. Kijk, dit ding is trekken. Je ziet eigenlijk geen vertraging komen in de acceleratie. Pas vanaf hier, 245, 250, dan gaat er vertraging in komen. Dus low speed acceleratie is echt briljant. Dat maakt dit dus een hele goede auto voor de wat snellere circuits, zoals Paul Ricard, zoals Monza, zoals Bathurst. En die trakkracht die is ook nog eens een keertje heel goed als het een helling is. Als je Bathurst neemt, dan de berg op moet rijden op een lang rechtstuk. Eigenlijk heeft hij daar gewoon niet zo last van. Maar hier wel, in de grond. Het gaat niet zo snel. Sneller dan ik zou moeten. Maar dat is ook gewoon mijn eigen hier ook. Heel goed. Dat is gewoon wat ik gewend ben op van de auto's die ik het meest rij. De Aston en de Bentley. Dus ik moet gewoon wat kalmer door die bocht heen. Heel goed trailbreaker.
om toch maar toch goed door te komen. De kracht van deze auto ligt op snelle rechte stukken. Daar gaan we van tijd mee zitten. Rustig door de bocht heen liggen. Gelet ben. Ik zou je met een mid-engine auto, een Ferrari of zelfs met een Porsche met een rear-engine auto, dan kan je gewoon wat sneller door de bocht heen. Er moet een andere gewichtsverdeling in je auto zitten. Dan heb je weer andere issues natuurlijk, want het is gewoon inherent aan nou ja, de gewichtsverdeling in een auto en de natuurkundige wetten die je daaraan aan moet bedoelen. Maar in mijn rijstijl vind ik corner entry vind ik een ding. Ik wil snel een bocht in kunnen. Dus ik vind dit in principe een fijne auto om te rijden. Maar ik maak er niet zulke goede tijden mee. Ikzelf. In combinatie met mijn rijstijl. Natuurlijk moet ik me altijd een beetje aanpassen in elke auto waar ik in rijd. Dat moet iedereen. Maar je moet het ook leuk vinden. En persoonlijk vind ik dit lastig. Heel rustig aan approach te hebben in corner entry, de bocht inrijden. Acceleratie is top, dus corner exit. Als je echt los gaat, dan kan je wel een beetje twitch krijgen op je achterkant. Een beetje dan fish tailen. Dit andere manier oplossen qua setup en dus nou je traction control iets hoger te zetten. Het vertraagt je wel, maar zorgt er wel voor dat je wat makkelijker bocht uitkomt zonder dat je je start kwijtraakt. Kijk, zie je, en dan zou je zeggen, deze auto doet het heel goed op een rechte stuk. Ik heb natuurlijk deze eerdere serie die ik doe van driver impressions. Heb ik al 1,58 gereden. Dus dat ik met zo'n snelle auto op zo'n snelle hoogsnelheidscircuit niet onder de 2 minuten rijd, dat zegt iets. Op stukken van de circuit ben je natuurlijk gewoon onverslaanbaar. Ik denk dat het Mistral Straight wel zo uitkomen. Daar gaat niemand je uittrekken terzij zij echt zo snel uit de bocht komen dat ze al een hogere startsnelheid hebben. Als het puur aankomt op acceleratie, kan ik eigenlijk geen auto noemen die beter is dan de Mercedes. En zet er ook nog een beetje hoogteverschillen bij. Hè? Zoals ik zei, Bathurst is een specifiek één circuit. Ja, het berg oprijden met Mercedes, dat is een heel andere beleving dan zeg maar Porsche. Porsche heeft zijn kracht op hele andere vlakken liggen. Klein beetje glijden, maar met de gemiddelde. Front-engine auto is te makkelijk op te pakken. Naarmate het gewicht meer naar achter gaat in een auto, wordt dat lastiger te vangen. Ja, dan wil je het gewicht wil je inhalen, zo zeggen. Daarom ben ik in zijn generiek ook wel fan van front-engine auto's. Ligt mijn rijstijl gewoon het best. Nou, je ziet het, 2 minuten 1, je kunt gewoon eigenlijk niet onder die 2 minuten. In de 2015 aangeven. Hier even op. Gaan we eens even van buiten bekijken. Pakken we mijn snelste ronde. Ja, het geluid doen we eens luisteren. En ook de lijnen van die auto, wat ik al zei, die een beetje ronde vloeiende lijnen. Het is eigenlijk een soort anti-Lamborghini. Dat vind ik heel mooi. De visuals van deze auto vind ik schitterend. En ergens baal ik er dus gewoon van dat ik niet ook de snelste ben met deze auto. Als ik sneller zou zijn met deze auto zou ik hem altijd kiezen. Want ik vind het een briljant mooi apparaat. Ik kan niet anders zeggen.
Voor de rest ligt het goed wat je kan verwachten van een front-engine auto. Het gewicht ligt goed op de voorwielen. Dus je merkt ook dat je met curbs dat je wat makkelijker om kan gaan. Dat je wat meer kan hebben. Dan hobbelt hij even overheen en dan gaat hij lachend keihard door. Maar het maakt het geen beginnersauto. Het maakt het een goede auto om in te starten. Vanwege front-engine dus en dus stabiliteit. Maar het is lastig om er echt goede tijden neer te zetten. Want hij wil gewoon niet de bocht op. Je moet hem echt helpen. En dat betekent net even wat langzamer de bocht op. En goed trailbreken, zodat je goed het gewicht op je voorwielen houdt. Zodat die de bocht op blijft gaan. Accelereren de bocht uit. Uit acceleratiebochten zijn lastiger in de Mercedes. Simpelweg omdat je gewoon wegglijdt. Hij wil gewoon keihard ondersturen. En daar ga je dan wel tijd in verliezen. Dat betekent dat je hier je power pas wat later neer kan zetten. Waar andere auto's gewoon eerder hun power op de weg neer kunnen leggen. Er was gezegd in de racerij, vermogen is niks zonder grip. En er zijn specifieke situaties te noemen waarin de Mercedes, de AMG, gewoon niet de grip heeft om zijn vermogen te gelden te doen. Als je zegt, ah, fuck it, dit is een hele gave auto om te rijden. En ik vind hem gaaf en mooi en tof. Prima, lekker doen. Want dat is wel een hele goede auto. Zeker als het op motorisch vlak aankomt. De Mercedes AMG 2015. Nu gaan we naar de 2020. Want die heeft een iets ander verhaal. Iets, zeg ik. Het blijft natuurlijk inherent dezelfde auto. En de wijzigingen die erop zijn voortgekomen in 2020 zijn niet al te groot. Beetje in de repaint, klein beetje. Het zit hem voornamelijk in de aeropack. Het zijn kleine details, hier die vleugeltjes hier aan de zijkant. De scoops aan de zijkant zijn iets anders. Die grote scoop hier onder de motor is iets anders. De grill is iets groter nog. En die was rond. Hier loopt hij met die punten af zodat hij nog groter is. Nog meer lucht naar binnen. Niet alleen motorkoeling, maar met name voor het aeropack, omdat hier gewoon de lucht meteen weer wordt afgeketst, zodat er minder lucht onder de auto komt te zitten, zodat je een vacuüm trekt. En die diffuser trekt dat vacuüm in je grootte, je krijgt een groter oppervlak, minder lucht daaronder, waardoor je meer lucht aan de bovenkant krijgt door je vleugel, dus meer downforce, meer luchtdruk boven de auto dan eronder. Het zijn kleine wijzigingen die plaatsgevonden hebben, maar dat maakt wel deze auto, de 2020 versie, iets minder zijn voorganger volgt als het gaat om downforce of corner entry. Je blijft nog steeds die 6.2 liter voor je houden met die lange motorkap. Maar het is minder geprononceerd, het is genuanceerder. En dat maakt in theorie dat dit een hele, hele, hele goede auto wordt. Want al die narigheden waardoor die zo snel is op de rechte stukken en dan volgens zo langzaam een bocht in moet gaan. Die heb je hier dus een stukje minder. Interieur eigenlijk gewoon hetzelfde. Je ziet eigenlijk er niet aan af dat het de 2020 versie is. Zelfde spiegeltjes, zelfde ding, zelfde vormpjes, zelfde display. En zelfde waanzinnige motorgeluid. Eens kijken of we hiermee dan wat sneller kunnen rijden. Voorheen is me dat altijd wel gelukt. Wel, zeker hier van een seconde vanaf, minimaal. En ik merk eigenlijk nu al, en dat is met name wat ik met sturen merk doe en met mijn force feedback. Hij wil nog steeds niet graag een bocht in. Oh. En hij wil wat meer oversturen. Ik wou net zeggen. Als je overstuur erop structuur uithaalt, dan ga je uiteraard natuurlijk de andere kant op en als overstuur. Daar heeft deze auto iets meer last van, bij corner exit. Voor de rest diezelfde brute acceleratie. En met name een low-in. Ik snap heel goed dat heel veel automerken zeggen, we nemen een turbo, zelfs een twin turbo, om die snelheid mid-range te pakken. Ja, op lage snelheid is dit gewoon de auto om te verslaan als het gaat om acceleratie. Als dit een topsnelheid nagenoeg gelijk is, dan is dat de 2050 versie. En we gaan kijken, gaat hij. Hoi! Even rustig aan. Want mijn banden zijn meteen even
Hallo, wakker, eet. Dit is dus een duidelijke karakteristiek. Dat het onderstuur verminderd is in de basis, in de structuur, heb je makkelijker overstuur. Corner entry zelfs hier. Meestal is corner exit, maar nu zag je zelfs een corner entry dat ik eigenlijk gewoon de achterkant tegenwoordig. Rustig de bocht op, dan gaan we eens kijken hoe snel we het neer kunnen zetten. Here we go. Het maakt in ieder geval dat deze auto over het algemeen beter rijdt, dat je betere tijden haalt met deze auto. Ik vind het nog steeds moeilijk om aan te wennen. Ik kan het niet precies met mijn vinger opleggen, maar in de Aston's en in de Bentley rij ik gewoon. Super, ik kan er meer mee. Ik heb er meer durf in, laat ik het zo zeggen. Maar als ik weer eens een keer in een kampioenschap ergens ga rijden en ik ga online of offline, dan is de 2020 echt wel een versie om te zeggen, ik ga hier eens een keer mijn tijd in steken en hier echt beter in worden. Dat is echt wel een auto die het en ik zeg al de looks. Dit is wel een auto waar ik zeg van oké, hier wil ik goed in zijn met deze auto. De 2015 die uitkwam in ACC, was ik eigenlijk wel teleurgesteld. Ik kon er gewoon niet lekker de tijd in rijden. Weet je, dat is een prachtige auto waar het gewoon niet in lukt. Rustig nu hier. Kijk, ik leer ook om een space op te gaan op een gegeven moment. Oké, dat gaat goed. Het gaat net goed. Net te snel. Ik heb toch zo'n voordeel dat het onderstuur echt niet meer weg is. Het blijft een front-engine auto, je blijft het gewicht voorin hebben. En dat betekent gewoon dat je op sommige plekken voordelen hebt en op sommige aspecten nadeel hebt. Kijk nou hier, 2 minuten 2. Wel dan nee, de fastest lap zo ver. Is het niet, hè? Ik kan een 1.58 rijden in Aston Martin, waar ik 2 veel meer tijd in heb. Dat is dan wel zo, ik ben meer gewend aan die auto, maar toch 4 seconden om een rond is natuurlijk gewoon een wereld. De wereld aan verschil. Temperen. Hier gaat ze ook goed uit accelereren. Ik had net wat snelheidswinst, maar nu ga ik dus zelfs langzamer. Ik verlies nu tijd. Ik heb maar 500ste, maar hij loopt wel een beetje op. Steeds een beetje om waar ik net op pakte, maar ik een ander puntje weer net op kwijt. Ja, dat is nog wel beter. 16 uur af, maar nog steeds. 201. Wel dan mee, dat is nog best. Ik kan het wel weten. Alle andere front-engine auto's zit ik zo'n beetje onder de 2 minuten.
even buiten. Weer datzelfde mooie, ronkende geluid, dat donkere, diepe V8. Een 6,2 liter motor is ook niet niks, hè. Ja, en de visuals blijf ik gewoon een schitterende auto vinden. Kan niet anders zeggen, die ronde vormen erin. Blijft dat dit voor mij visueel een van de toppers van het GT3 veld is. Maar je moet goed zijn hierin om er snel mee te zijn. Je ziet het ook online races. Als je online kampioenschappen zijn, er zijn maar weinig mensen die een Mercedes kiezen. Net zoals er maar weinig mensen zijn die een Honda kiezen. En het grappige is, degene die hem kiezen, die zijn er echt goed in. Dat zijn echt de mensen die wel in de top rijden. Maar als je, ik rij zelf een aantal online kampioenschappen op dit moment. Bij FD Racing Department en bij RCI, Racing Club International. En daar zie je gewoon dat er maar in het hele veld van 30, 40 auto's, dat daar één Mercedes in rijdt. Maar die rijdt wel in de top 5. Of dat er maar één Honda in rijdt, die rijdt gewoon in de top 5. Ik krijg een Honda totaal niet aan de gang. En ik krijg deze auto ook niet aan de gang. En ik ben geen slechte rijder, maar ik ben ook zeker niet de beste. Maar dat is wel, dan zie je dus wat persoonlijke rijstijl en je tijd investeren in zo'n auto doet. En dat maakt deze sim natuurlijk gewoon zo goed. Weet je, het is niet zo heel moeilijk om snel te zijn en consistent te zijn. Het is wel moeilijk om erg snel en dat consistent te zijn. Net zoals, zeg maar in het echt. En dat maakt deze sim echt wel heel goed. En het verschil in de verschillende wagens. Dat het goed naar boven komt. Nou, je ziet de rest als een huis gewoon stabiel door alles heen gaan. Hij doet niet. Het is geen auto die het je moeilijk maakt, laat ik het zo zeggen. Als het gaat om stabiliteit en overstuur en hobbels. Waar hij het dus wel moeilijk maakt, is onderstuur. En dat onderstuur zorgt ervoor dat je relatief te langzaam een bocht in moet gaan. Nog minder dan een 2015 broertje, dat wel. Maar toch blijft dit een lastige auto om snel op te zijn. En echt snel is hij dus eigenlijk alleen maar op de echt snelle circuits. Ja, dus denk aan Ricard, Policar, denk aan Monza, denk aan Bathurst. Met deze auto op Brands Hatch of Zandvoort, dan wordt het een heel ander verhaal. Dat is mijn impressie, dat is mijn persoonlijke impressie. Maar ik zou heel slecht zijn op met deze auto op een heel bochtig circuit. Ik zou middelmatig zijn op een heel snel circuit. Maar dan nog zie je al, zelfs op dit snelle circuit met een paar rondes, zonder dat ik heel veel tijd geïnvesteerd heb in deze auto, kom ik niet onder de 2 minuten. Terwijl ik dat wel heb gedaan in eerdere impressies van front-engine auto's, die ik ook niet zoveel ervaring mee heb, zoals de Bentley. Dus ja, dat is wat het is. Subjectief gezien. Een auto die kan matchen met je rijstijl of helemaal niet. Objectief gezien, eigenlijk de snelste accelereerder in het veld. En daarmee in potentieel een hele goede auto om tijd in te investeren en echt snel in te worden. Absoluut. Dit waren de laatste van de front-engine auto's. De volgende impressies die ik ga doen zullen van de mid-engine auto's zijn. Dat zijn de Audi's, dat zijn de Honda's, dat zijn de Lamborghini's, dat zijn de Ferrari's. Vergeet ik nog één. McLaren's natuurlijk. Dus die ga ik nu voorbereiden. En die ga ik binnenkort ook allemaal streamen en online zetten. Ik stream ze hier op Twitch. En ik kopieer ze door naar mijn YouTube kanaal. Om ook later terug te kunnen kijken. Op dit moment Dutch Driver Pilot signing off. En door naar de volgende. Dankjewel, tot ziens.